Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Campus in Beeld. Het is zonnig en ik ben dat niet gewend. Het was weer een enerverende week. Zo ging Celeste naar een feestje toe, ging ik bierzuipen met Erik. Maar eerst gaan we kijken bij de schermvereniging Don Quixote. Allee! Alle redactieleden weten wel dat ik een beetje agressie in me heb af en toe. Daarom sta ik niet bij deze pingpongtafel. Ik ga namelijk een kijkje achter de schermen nemen bij de schermvereniging Don Quixote. Kom maar mee bij Sporten bij Don Quixote. Volgens mij ben ik al zo rood als een tomaat en ik heb alleen nog de warming-up en het footwork erop zitten. Dus nu moet ik me helemaal voorbereiden, want ik mag zo'n leuk pakje aan en zo'n helmpje op. Ja, wij gaan zo degen schermen. Dus je hebt drie wapens. Je hebt floret, sabel en degen. Ik heb een sabel in mijn hand en daarmee mag ik mijn tegenstander aantikken. Dus ik hoef niet per se te steken. Bij de degen mag jij je tegenstander overal prikken. Ik heb dus een floret, dat is een steekwapen. Waar moet ik daar bijvoorbeeld op letten om jou in te kunnen maken? Of heb je nog tips of zo? Ja, vooral niet te bang zijn. Probeer gewoon je eigen spel te spelen, je eigen initiatieven erin brengen. Scherm is klaar. Pret. Halen. Net 2 uur schermtraining erop zitten bij Don Quixote. Veel vermoeiender en actiever dan ik had verwacht eigenlijk. En wees voorbereid dat je goed moet squatten, want mijn bovenbenen voel ik nu al. Maar ik vind het super toffe sport. Je bent continu bezig met anticiperen op je tegenstander. Dus ik zeg, ga het zelf ook een keer proberen. Nou Leslie, fantastisch dat je weer een andere sport kan toevoegen aan jouw toch al zo grote assortiment aan sporten. Nou, vorige keer heb ik met de Drinking Games landmijnen uitgelegd. Deze keer gaan we naar Erik, maar dan niet naar Erik Sparkles, maar naar Erik Wolters. Erik, wat hebben we ook alweer gedaan? Wat zou je doen als jij met 1 iemand anders thuis zit? Meer vrienden zoeken. Een drankspel. Ja. Welkom bij Drankspellen met Puk en Erik. Wij gaan bussen. Bussen? Bussen. Wat heb je nodig om te kunnen bussen? Deelnemers. Een pakje kaarten. Drank. In ronde 1 van bussen. Puk, denk jij dat het een rode of een zwarte kaart wordt? Groen. Nou heeft in ronde 1 deelnemer Puk zijn vraag fout beantwoord. Dus moet hij een slokje bier drinken. Ronde 2. Puk, denk jij dat de kaart die ik nu om ga draaien hoger of lager is dan de kaart die hier voor je ligt? Ik denk dat de kaart lager is dan de koning die er nu ligt. In de derde ronde is de vraag: denk je dat de kaart die ik om ga draaien zich tussen de 9 en de koning zal bevinden of daarbuiten? Buiten! In ronde 4, Puk. Wat denk je dat de kaart zal zijn? Buiten.
Na 4 ronden vormen de omgedraaide kaarten je hand. In het midden van de tafel wordt een piramide gevormd. Eerste rij met 5 kaarten betekent 1 shotje. De tweede rij betekent 2 slokjes. De derde 3, de vierde 4 en de vijfde 5. We gaan 1 voor 1 de kaarten omdraaien. Mocht er een kaart gelijk zijn, kun je deze kaart spelen. Speel je deze kaart, mag je het betreffende aantal slokjes weggeven aan een andere deelnemer. De ronde is in een gelijkspel geëindigd. Zowel Puk als ik heeft niet alle kaarten kunnen uitspelen. De verliezer van ronde 6 gaat de boot in. De boot bestaat uit 7 kaarten. Bij elke kaart in de boot moet de verliezer zeggen of de kaart die omgedraaid zal worden hoger of lager zal zijn dan deze kaart. Wanneer het goed is, schuift de deelnemer een kaart op. Als het fout is, moet de deelnemer drinken en teruggaan naar het begin van de boot om nog een keer te drinken. Bussen vind ik echt een rare naam voor een spel waar je uiteindelijk in een boot landt. Ook vond ik het niet zo leuk om te spelen met z'n tweeën. Toch leuk dat je keek naar de drinking games. Volgende keer zijn we bij je terug met Erik Sparkles, die gaat bierpongen. We zien je graag dan. Proost. Hoi. Nou, na zo'n drankspel kan je nog maar 1 richting op. En dat is wat Celeste deed. Zij ging naar het hockey versus tokkie feest. Ik denk dat de tokkies gaan winnen. Vanavond staan we op Koningsplein. Het regent en het is heel koud, dus we gaan zo meteen heel snel naar binnen bij café Josh en Jimmy. SC Plexus, de studievereniging van verpleegkunde, heeft daar een feestje. Maar hoe goed zorgen die verpleegkundestudenten eigenlijk voor zichzelf? Waarom heb je een paard bij je? Dit is het slenterpaard. Het slenterpaard is ongeveer de mascotte van de HBO verpleegkunde. Ja, waarom? Omdat ik polshoogte kan meten. Hey. Ga jij liever voor champagne of voor Schultenbrouw? Voor Schultenbrouw natuurlijk. Ik kom uit het waterkwartier. Ik bedoel, hallo, Schultenbrouw is mijn leven. Niemand nou, Schultenbrouw. Weet je wat het is? Schultenbrouw, dan moet je lauw drinken. Dat is een moeilijk dilemma eigenlijk. Als er geen koud bier is, dan mag je het Schultenbrouw. Waarom? Het Schultenbrouw, dat is gewoon een super goed drankje. Wat ik als hockey zou doen als ik geen topkeer was? Nou, dan zou ik een hele mooie Brutels aandoen met een hele strakke blouse en dan zou ik als een kakker praten. Wat is het meest toffe actie dat je ooit hebt gedaan? Ja, mijn mat, maar die heb ik net afgedaan. Oh, wauw. Waarom heb je gekozen voor Tokki? Tokki is altijd beter dan hockey. Hockey is kut. Tokki, ja, laat mij niet uit. Mijn hockey mag je geen spijkerbroek draaien. Mag niet. Hockey. Waarom? Ja, dames. We staan inmiddels weer buiten in de kou. En als ik 1 ding heb geleerd vanavond, is dat de samenkomst van hockey's en tokkies echt een heel goed feestje oplevert. Dit heb ik gekregen van iemand binnen. Maar ja, dat zo'n feestje rommel geeft, dat is niet mijn probleem. Ik ga lekker slapen. Nou Celeste, bij ons in Nederland zeggen ze altijd, samen uit, samen thuis. Dus wel even helpen opruimen volgende keer. Wil je nog meer van dit soort fantastische feesten? Ga dan even naar de agenda van 024.nl. Dat was hem dan alweer, mijn allerlaatste aflevering van Campus Beeld ooit. Ik heb het er een beetje moeilijk mee,